Hij kan geen dag zonder gitaar. Ik heb het over René Schumann. We hebben hem een dagje gevolgd en natuurlijk begonnen we in dat hele mooie Limburgse land. Hey, we zijn nu bij je oefenruimte. Dat klopt. Gebruik je dat vaak of niet? Als ik veel tijd heb, dan wel. Ja. En ik ga er vaak spelen, nieuwe dingen uitproberen. Ah. Ook met de band. Hier oefent René dus, maar zijn nieuwe cd is opgenomen in Brazilië. Ja, kijk, het gaat eigenlijk zo. Wanneer je een LP gemaakt hebt, dan komt er weer een volgende. Dat is maar goed ook natuurlijk. En er wordt een plan opgesteld voor de nieuwe LP. In dit geval ben ik een half jaar eerder geleden dus naar Brazilië geweest voor een tv-opname. Want de sfeer trok me nogal aan. En zo ben ik daar terecht gekomen de eerste keer. Nieuwe nummers ontstaan altijd als René een gitaar bij de hand heeft. Zo ook de single In Our Minds. In Our Minds. Die is gewoon met gitaar spelen, weet je. Zeker in Brazilië heb je dus een aantal bossa nova akkoorden, dus de plaat heeft het zo gedaan. Het klonk gelijk, lekker een kleine ritme erbij. Het seems the light is a little bit lonely, but I don't think I am the only. Uit het Limburgse land vertrekken we naar het noorden, naar Hilversum. Daar heeft René een interview met een groot weekblad. Vervolgens praat de zanger met de manager van de platenmaatschappij over hitlijsten, het buitenland en de B-kant van zijn nieuwe single. In een geïmproviseerde kleedkamer doodt hij de tijd door een beetje gitaar te spelen. Toen we vanmorgen de straat inreden waar René woont, zaten er een paar meisjes op de stoep. Maar dat schijnt erbij te horen als je popster bent. Ik weet ook niet waar ze vandaan komen. Soms is het heel ver van Friesland of zo. En dat is toch een behoorlijk eindrij eigenlijk. Dat ze zo ver gaan om het te doen, is natuurlijk een gek feit. Het is alleen jammer dat ik ze niet altijd te woord kan staan of zo. Dat gaat gewoon niet. Na het optreden is het tijd voor handtekeningen, foto's en kussen. Omringd door fans en toen moest hij nog helemaal van Amsterdam naar Limburg. Maar blijft een aardig jongen. Dat was een dagje stappen met René Schumann.